Ja, eindelijk. Het is zover. We gaan een moestuin maken. Maar voordat het zover is, abonneer je nou even. Want dan mis je gewoon helemaal nooit meer iets. Goed, de moestuin. Voor het maken van een moestuin heb je natuurlijk wel het een en ander nodig. Begin natuurlijk met de moesplantjes aan zich. Ik heb allemaal biologische planten gekocht. Ik bedoel, je moet het uiteindelijk ook gaan opeten. Dus waarom niet biologisch? Ik heb een aantal tonkinstokken voor de tomaatjes en voor de aubergines die we daar tegenaan kunnen begeleiden. Ik heb wat terracottapotten meegenomen. Ja, dat verwacht je misschien niet, maar daar ga ik de munt in planten zodat hij niet zo woekert. We hebben wat goede grond meegenomen om de grond wat luchtiger te maken. Ga ik je zo meteen uitleggen. We hebben de aanplanter meegenomen. Dat is onze insectenmest die ook juist voor de biologische moestuinier helemaal top is. Daar krijg je een hele gezonde bodem van. En als laatste heel veel energie. Want het is even een klusje, maar wel leuk om te doen. Eerst even over de grond van de moestuin. In dit geval heb ik te maken met een middelmatig zware kleigrond. Het is echt een fantastische grond. Op die kleigronden groeien planten echt als kool. Letterlijk als kool. Maar goed, om te zaaien en om iedere keer de onkruid eruit te halen is het net een iets te zware grond. Dus de grond ga ik verbeteren. Kan ik natuurlijk uit gaan graven, ik kan er wat doorheen gaan mengen. Maar je ziet, hij ligt al vrij hoog. Dus mijn idee is nu om hier een plank voor te maken. Vind ik sowieso wel leuk hoor, als een moestuin een beetje afgebakend is. Ik zet er een plank voor langs, grond een beetje egaliseren en dan potgrond erbij. Aanplanten erbij, zodat we een mooie, voedzame, wat luchtiger grond bij krijgen. Waar je ook een beetje makkelijk in kunt gaan zaaien. Jur? Ja? En als je nou een ander soort grond hebt, moet je dan ergens op letten? Nou, ja, als je een nog zwaardere kleigrond hebt, dan zou ik hem inderdaad een stukje uitgraven. Dat zou dan het beste zijn. Maar als je bijvoorbeeld een zandgrond hebt, dan is het eigenlijk het toevoegen van compost en wat aanplanten eigenlijk al perfect. Want dan heb je al een luchtige grond, maar die moet je dan juist wat gaan verzwaren door compost en andere organische materialen erbij te gooien. Dan hebben we natuurlijk nog de bosgronden. Die bosgronden zijn licht zuur van zichzelf. Dus daar zou ik sowieso in ieder geval wat kalk bij gaan strooien. Dus, maar je moet eigenlijk, hè, want dat is het in basis, je moet het een beetje doen met de grond die je al hebt en die gaan verbeteren. Oké. Kijk, als kantplank heb ik een zogenoemd schaaldeel gebruikt. Dat is niet geïmpregneerd, het is geen hardhout, het is gewoon Douglas, dus uit verantwoorde bossen. En er zitten geen gifstoffen in. Heel belangrijk. Als paaltjes heb ik gewoon, zoals je dat weer noemt, een 2x3'tje genomen en daaraan vastgeschroefd. En ook die 2x3'tjes zijn gewoon onbehandeld. Ik wil eigenlijk niet dat er vanuit de zijkant iets in mijn groente terecht kan komen. Natuurlijk wel even alle grassen en onkruiden eruit halen. Nou, dat is aardig gelukt. Want ja, je kunt beter met een schone lei beginnen, hè? Zo, en dan nu gaan we de grond verbeteren. Ik gebruik ervoor twee dingen. Potgrond en onze aanplanter. Je weet het wel, misschien heb je het al gezien. Dat is onze insectenmest. Kijk, in korrelvorm. En die ga ik hier gewoon overheen strooien. Vermengen met de potgrond en de grond die we hier al hebben. En dit is om een fantastisch biologisch evenwicht in de grond te krijgen. Kan je nou nog eens uitleggen wat dat precies doet, die insecten? Die insectenmest? Ja, fras nou, heet het, hè? Fras. Ja, officieel heet het fras. Fras. In deze insectenmest, dat dus samengesteld is uit allemaal huidjes van de meelwormen, daarin zit chitine. En die chitine, die is zo belangrijk. Chitine, die gaat als een soort laagje, een filmlaagje, om de worteltjes van alle planten zitten. Dat is niet alleen... Hey, we hebben nog ineens een hond erbij. Dat is Laska. Maar die gaan om de worteltjes zitten, die vormt een filmlaagje. En daardoor gaan de groenten, maar ook gewoon je vaste planten en struiken in je tuin, die gaan zich, die gaan eigenlijk versneld groeien. Doordat ze voedingsstoffen veel sneller op kunnen nemen. En ze zorgen voor een soort symbiose met de grond. En wat die fras doet, is schadelijke bacteriën en schimmels die in een grond kunnen zitten, om die af te doden, die verdrijft hij eigenlijk. En hij trekt juist goede schimmels en bacteriën aan, die daarom ook weer zorgen voor een versnelde voedselopname. Wat krijg je dus? Een gezond gewas met een goed wortelstel, wat gewoon sneller groeit en lekkerder wordt dan dat je het niet zou doen. Oh,
Oh, goed verhaal, hè? Ja, heel verhaal. Ik weet het. Oké, en dan potgrond dus? Ja. Hoeveel dan? Nou, ik wil eigenlijk de grond een beetje tot een centimeter of 5 onder deze rand hebben. Ik doe hem nooit helemaal vol, want als je dan onderhoud gaat plegen, ja, dan gaat het er allemaal overheen. En waarom doe je potgrond? Nou, omdat ik een wat dikkere laag wil ophouden. Een centimeter of 10 wil ik omhoog en dat meng ik dan met de ondergrond. Hè. Dus de bovenlaag wordt wel een beetje gemengd ook. Maar ik zou ook compost kunnen nemen. Alleen een laag van 10 centimeter compost is dan weer een beetje veel, eerlijk gezegd. Compost strooi je meestal met een laag dikke van 1 à 2 centimeter. Dus in dit geval kies ik voor potgrond. Ook en veel organische stoffen natuurlijk. Ja, maar ga bijvoorbeeld niet voor bemeste tuinaarde. Bemeste tuinaarde, als je een hele goede hebt, dan kan het. Maar er is ook heel veel, ja, letterlijk rotzooi op de markt. En dat is, zit het gevuld, die zakken tuinaarde. Jij denkt op aan tuinaarde, is het gewoon onverteerde compost. Nou, als je daar je tuin mee ophoogt. Nou ja, ten eerste groeit er niks in. En ten tweede zakt het als een kaarthuis in elkaar. Ik heb de grond even flink doorgespit. Zodat de kleigrond en de potgrond langer kunnen vermengen. Nou, dat proces dat gaat natuurlijk in de loop van de jaren gaat het door. Dus dat wordt wel een homogeen verhaal. Nu is de kwestie van eigenlijk beginnen met zaaien, planten. Maar dan is er een soort van schijf van 6. Dat noem je wisselteelt. En dat betekent dat je elk jaar verschuift met je gewas in deze lijn. Dus je zet bijvoorbeeld hier aardappels neer. Dan komen hier volgend jaar niet nog een keer aardappels. Dan komen ze daar of daar. Nou, dat kun je natuurlijk allemaal met vakken gaan doen. Maar je kunt het ook gewoon even op een briefje schrijven. Of leuke stokjes ervoor zetten. Nou, bedenk een list zou ik bijna zeggen. Waarom is dat nou? Als je hier bijvoorbeeld aardappels neerzet en volgend jaar doe je het nog een keer, dan kan er een soort, zoals je dat heet, aardappelmoeheid ontstaan. Dat is een schimmel, een venijnige schimmel, die er dan voor zorgt, want die kan zich ontwikkelen in de grond. En die zorgt er gewoon dat de aardappelplanten in één keer poep, plat liggen, is het echt helemaal klaar. Ik heb ook wel eens last van aardappelmoeheid, volgens mij. Ja, ja. Nou ja, bij jou helpt niks meer. Maakt niet uit, maar het gaat er dus om dat door die wisselteelt er geen specifieke ziektes en plagen komen bij de planten die in jouw moestuin staan. Dus steeds wisselen, dan ben je het risico bijna kwijt. Doe je het niet, is het vraag om probleem. Hé, maar wacht even. Ja, ja, jij wel ook weer wel weer door, hè? En wat staat er dan bij wat? Want dan moet je waarschijnlijk... Oké, nou, aardappels bijvoorbeeld, daar hou je echt één plek voor vrij. Dus 1 van de 6 is aardappels. Ja. Je hebt peulvruchten, denk aan bonen, allerlei soorten bonen. Je hebt bladgewassen, de sla bijvoorbeeld, verschillende soorten sla, maar ook andijvie hoort daarbij. Je hebt vruchtgewassen, zoals paprika, tomaat, pepertjes. Dan heb je nog de wortelgewassen, dat zijn worteltjes, dat zijn ook bietjes en uien zijn dat. En dan heb je nog, ik mis er één. Kruiden? Nee, geen kruiden. Senior moment. Ik kom er zo op terug. Wacht even. Koolgewassen. Die was ik vergeten. Dus alle soorten kool, dat is jouw 6e lijn. Nou, dan hebben ze in principe alle 6. Daar gaan we nu ook mee aan de slag. Dus we gaan planten en zaaien. Ja, ik ga even uitleggen waarvoor ik heb gekozen. Ik heb nog even geen aardappels en geen boontjes. Komen misschien nog later. Ik heb in dit geval gekozen voor verschillende soorten kool. Ik heb verschillende soorten sla. Ik heb stengelui. We hebben de selderij, bleekselderij. Heel erg lekker. Tomaatjes natuurlijk. We hebben munt. En we hebben rozemarijn. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de kruiden die we erbij gaan zetten. En aardbeidjes natuurlijk. En ook nog basilicum. Dus dat gaan we gewoon in de juiste groepen gaan we dat neerzetten. Nou goed, en de rest leg ik zo meteen wel uit. Wacht even. Oh. Want ik heb nog zaadjes meegenomen. Oh ja, dat is waar. Heel goed. Want we hebben, dit zijn allemaal, zoals je dat noemt, ja, natuurlijk kleine potjes. En, kijk, pluggen, zoals je het noemt. Dat zijn hele kleine, voorgezaaide groenten. Maar we gaan zelf ook zaaien. We hebben nog snijbiet, Oost-Indische kers. Wie kent hem niet? Prachtig voor het najaar en lekkere bloemen.
We hebben courgette en we hebben rode biet. Nou, oh, dat wordt een feestje van de zomer. Het eerste vak ga ik vullen met de verschillende koolsoorten. Ik heb er drie mee. De spitskool. De rode kool. En, je verwacht hem niet, de rucola. Huh? Ja, precies. Jij denkt natuurlijk altijd weer dat dat sla is, hè? Want het heet ook rucola sla. Maar de Nederlandse naam is zandkool. Dus het is officieel een koolsoort. Dus de rucola gaat bij de koolsoort. Nou is het zo dat spitskool en rode kool, dat worden natuurlijk zulke jongens, hè? Zulke planten. Dus de plantafstand daarvan ligt zo op de 50, 60 centimeter. Dus geef ze de ruimte, die kolen. Voor de rucola geldt een andere plantafstand. Kijk, ik zet ze ietsje dieper, want de grond die zal er wel een beetje inklinken doordat die zo ja, bewerkt is. En natuurlijk stevig aandrukken. Kijk, die rucola, die kun je veel dichter bij elkaar zetten. Gewoon omdat je daar al een beetje afhankelijk van de temperatuur, soms al na een week van kan snijden. De bedoeling is ook dat je hem kort houdt, want hij wil een beetje snel doorschieten. Nou, dat is bijna jammer. Hou hem lekker kort. Als je maar zorgt dat dat hart van het plantje, dat dat gewoon intact blijft, kan je blijven knippen. Hij maakt iedere keer weer nieuw gewas. Daarom kan je hem ook dichter bij elkaar zetten. Het eerste vak met de koolgewassen, die staan er intussen in. Het tweede vak bij mij worden de wortelgewassen. Nou, dat zijn niet alleen worteltjes, maar ook knoflook, verschillende soorten ui, de bietjes, de snijbietjes. Nou, noem maar op. Dus we gaan zaaien als eerste, de snijbieten. Nou, die hebben een plantafstand van zo'n 15 centimeter. Je kan gewoon met de vinger, omdat het losse grond is, een geultje maken. En dan ga je rustig daar zaadje voor zaadje ga je dat erin leggen. Zo, nou, de zaadjes liggen ongeveer op een centimetertje diepte, halve centimeter, centimeter. Gewoon lekker toedekken en dan is dat al gedaan. De volgende, die er ook bij hoort, dat zijn heerlijk stengeluitjes. Misschien herken je het al, maar dit is andijvie. We zijn namelijk toe aan de bladgroenten. Nou, daar hoort andijvie bij, daar hoort natuurlijk sla bij, maar ook de bleekselderij. De selderij hoort daar ook bij. Dus allemaal binnen één groep. Zoals je ziet ben ik in driehoeks verband aan het planten. En dat is natuurlijk om zoveel mogelijk ja, van de ruimte te benutten. Dan kan hij mooi zijn ruimte krijgen, dan heeft hij zijn ruimte. Als je ze tegenover elkaar zet, zitten ze eerder elkaar in de weg. Kijk, we zijn aan het volgende vak toe. En dat wordt bij mij het kruidenvak. Dat is eigenlijk het zevende vak, hè, zou je het ook kunnen noemen. En daar ga ik Marokkaanse munt in zetten. Ja, welke muntsoort je ook neemt, het zijn allemaal woekeraars. Zet één munt in je tuin en je komt er bijna nooit meer vanaf. En om dat te voorkomen. Ja, en munt is lekker, hè? Ik ben munt even fantastisch. Maar weet je, heel lang zijn deze in geweest. En op een gegeven moment waren ze eruit, want het moest allemaal geglazuurd en het moest allemaal in houten bakken. En we moesten, maar kijk nou gewoon, er blijven toch gewoon prachtige potten. Nou, ik ga ze gebruiken om te voorkomen dat de munt gaat woekeren. Dus ik graaf ze in. Ik laat ze gewoon zo'n stukje boven de grond. Vul ik ze op met grond, munt erin en dan blijft hij mooi in dat potje. Het ziet er nog leuk uit ook. En je houdt hem mooi in bedwang. En het kost niks, hè, die terracotta potjes. Naast Marokkaanse munt, natuurlijk de rozemarijn. Ja, die mag eigenlijk niet ontbreken. Hè. Niet alleen omdat je er heerlijk mee kunt koken. Maar die geur, die is fantastisch. Nou, en tot slot in dit vak in ieder geval, aardbeidjes. Eigenlijk gewoon omdat ik dat zo lekker vind. Maar dan hebben we nog over, Jur. Ja, maar we moeten. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk te veel. Want we willen eigenlijk ook nog courgette. En we willen nog boontjes. En we willen nog tomaatjes. En we willen nog. Dus zullen we nog een film moeten maken waarin we daar het tweede deel gaan opbouwen. Maar dat is voor vandaag een beetje veel. Ja, qua onderhoud is het natuurlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Sowieso natuurlijk na het planten meteen water geven. Dat ga ik zo meteen ook doen. Daarna dat een beetje bijhouden. Hè? Als je ziet dat het begint te verdrogen, wel meteen water geven. Ja, en hou hem schoon. Ik bedoel, dat onkruid, dat zaad komt van boven. Dat zit niet in die grond, tenminste niet zoveel. Het meeste komt van boven. Haal dat er op tijd uit. Want als je dat te hoog laat groeien, dan trek je op een gegeven moment de planten mee omhoog. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus lopen gewoon elke week even langs.
En uiteindelijk zal je het natuurlijk moeten voeden. In principe moet je, we hebben nu gewone potgrond gebruikt, daar zit al wat voeding in. Dat is met een paar weken is dat weg. Dus nou ja, na nieuwe aanplant zou je bijna kunnen zeggen. Na een weekje of vier begin dan te strooien met organische mest. Of geen kunstmest, niet doen. Het is slecht voor je bodemleven, het is niet goed, het is allemaal chemische troep, zeg maar. Organische meststoffen kun je overal krijgen. Tuurlijk ook bij ons in de tuinmanierenshop. Dat is allemaal ja, verantwoord in ieder geval. Dan doe je het goed. En dan om de 8 weken, hè? Dat is wel even belangrijk. Oké, ik zeg water. Nou, het planten en zaaien natuurlijk wel meteen water geven, hè? Dat zei ik al even. En doe dat ook met beleid. Dus zet hem even rustig. Laat hem rustig wat water geven, niet vol gas. Want dan sla je al die blaadjes naar beneden en dat is... Dat zou zonde zijn, dat is gewoon een rot gezicht. Ze richten zich natuurlijk wel weer op. Maar gewoon met beleid een beetje heen en weer. Als een soort douche gaan we eroverheen. En als je nu denkt, oh, die wil ik ook. Nou, dat kan. Tuinmanierenshop. Hebben we meerdere sproeiers. Kijk, hij is verstelbaar in de hoeveelheid water die je geeft. Maar ook nog eens in uitstraling. Hij gaat van broes... Naar straal. Genoeg water. Die gaan we groeien. Kijk, nou, dit was het eerste deel eigenlijk van de moestuin. Maar woep, daar gaan we nog een tweede deel maken. Met boontjes, met tomaatjes, met courgetten. Nou ja, goed, en allerlei andere dingen er nog bij. Dat is dus voor de volgende week. Dit is voor deze week. En als je die bij elkaar optelt, nou, kleine aardige moestuin.